Werelderfgoed, dat is iets bijzonders. Dat word je niet zomaar. Je bent dan onderdeel van de wereldgeschiedenis en wordt doorgegeven aan de volgende generatie wereldburgers. Ik heb in mijn jeugd een tijdje in Suriname gewoond, in de binnenstad van Paramaribo. Mijn favoriete werelderfgoed in Suriname is het natuurreservaat. Het is een groot tropisch regenwoud van 1,6 miljoen hectare. Nederland is ruim 4 miljoen hectare. Dus, dan snap je misschien hoe groot het is. Er zijn veel bijzondere dieren, zoals de jaguar, het reuzengordeldier, tapirs en luiaards. Het is niet alleen maar bos hoor, er zijn ook grote bergen. Die noemen ze daar de eilandbergen. Echt iets wat je met je eigen ogen moet zien. Helaas gaan we niet meer zo vaak naar Suriname, maar het land heeft een speciaal plek in mijn hart. De Chinese muur is zo ongelooflijk groot. Een muur van meer dan 20.000 kilometer, gebouwd om de vijand uit het noorden tegen te houden. En dan is het ook nog eens gebouwd op bergen. De allergrootste militaire bouwwerk op aarde. Je kan het je haast niet voorstellen. Ze zeggen dat de muur met het blote oog zichtbaar is vanaf de ruimte. Maar dat is helemaal niet waar. Het is ooit wel eens gefotografeerd vanuit de ruimte. Hoe cool is dat? Mijn grote droom is dan ook om ooit over een stuk van de Chinese muur te lopen. Ieder jaar ga ik met mijn ouders, broers en zus op vakantie naar Turkije. We logeren dan bij familie. Het mooiste werelderfgoed dat ik ken is daar, in Kappadocië. Het is een heel oud gebied, al uit de 4e eeuw. Het landschap is erg bijzonder. Pilaren, zuilen, torens en lange uitstulpingen. Het is ontstaan door erosie, wind en water. Er zijn ook woningen in grotten gebouwd. En ondergrondse steden. Het is zo onwerkelijk dat je soms denkt dat je op een andere planeet bent. Het is echt een speciale plek, omdat ik dan de link voel met mijn voorouders, mijn roots. Mijn favoriete werelderfgoed is Borobudur. Het ligt in Indonesië, om precies te zijn midden op het eiland Java. Er is nog een foto van mij daar als kleine jongen. We gingen toen met mijn oma op zoek naar haar roots in Indonesië. Als je daar loopt, voel je je opeens zo klein, want Borobudur is echt immens groot. Pas geleden leerde ik dat Borobudur UNESCO Werelderfgoed is. Ik zag op tv dat de Romeinse grens, de Limes, werelderfgoed is geworden. Ik vind alles wat met het Romeinse Rijk te maken heeft heel erg interessant. Toen ik in Nijmegen woonde, kon ik vaak gaan kijken bij de Limes. De archeologische vondsten maakten zo'n indruk op me. Het idee dat die Romeinen helemaal uit Rome kwamen gelopen en hier een eigen grens hebben getrokken met forten, wachttorens en schepen vind ik zo bizar. Ik heb het nog even opgezocht. De gehele grens is 5000 kilometer lang. Het Rijk was best wel heel erg groot eigenlijk. Voor mij is het vrijheidsbeeld in New York echt een bijzonder standbeeld. Het ultieme beeld voor vrijheid en respect voor iedereen. Ik vind vrijheid echt belangrijk. Vrijheid van meningsuiting, je eigen manier van leven en het respecteren van je medemens. Ik wist dus eerst helemaal niet dat het vrijheidsbeeld gemaakt is in Frankrijk door dezelfde man die de Eiffeltoren heeft ontworpen. Het was een geschenk van Frankrijk in 1886 aan Amerika. Het vrijheidsbeeld staat bij de ingang van de haven in New York. Het was het eerste wat miljoenen immigranten zagen als ze aankwamen in Amerika. Binnenkort ga ik weer naar New York en ik ga zeker even langs bij het vrijheidsbeeld. Werelderfgoed is uniek en onvervangbaar. En we hebben respect voor elkaars cultuur en natuur.